ze uiteindelijk niet promoveren, heb ik daar helemaal niks aan. Dus het allerbelangrijkste is dat we het zondag afmaken. Almere City verraste vriend en vijand, want hier in het eigen Jammerstadion wist het FC Emmen te kloppen met 2-0. Hierdoor staan ze al met één been in de Eredivisie. En na afloop sprak ik met doelpuntenmaker Lens Duivenstein, die vandaag goed was voor zelfs 2 doelpunten. Ja Lens, 2-0 hier thuis, mooie overwinning. Je eist ook weer een hoofdrol op met 2 doelpunten. Klinkt de Eredivisie niet eens heel dichtbij? Ik snap wat je bedoelt, maar we zijn er echt nog niet. Zondag zal echt nog een lastige wedstrijd worden. En ik vind dat onze trainer het mooi ook aangaf net. Het is nu eigenlijk pas rust. Dus zondag nog die tweede helft op te spelen. En het is een hele goede uitgangspositie, maar wat ik al zei, we zijn er nog niet. Ja, dan scoor je wel hier vandaag 2 keer. Hoe was dat voor jou? Ja, dat is niet te beschrijven hoe mooi dat is. Ik vond sowieso de sfeer weer echt geweldig in het stadion. En als je dan 2 keer mag scoren en daarmee belangrijk mag zijn voor het team, voor de club, voor al die mensen hier, ja, dat is een hele grote eer. Ja, onderhand heb je de bijnaam de koning van de playoffs. Ja, die hoorde ik net ook. Ja, ik vind het een hele mooie bijnaam. Hoor. Ik voel me vereerd dat ze me nu zo noemen. Maar als we uiteindelijk niet promoveren, heb ik daar helemaal niks aan. Dus het allerbelangrijkste is dat we het zondag afmaken. Op papier zou je misschien denken dat Emmen beter steeds anders is. Ja, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Het is ook gewoon met wat voor gedachten, met wat voor mindset je het veld op gaat. Ik denk dat toen we het veld op gingen, dat we gewoon met 11 winnaars op het veld stonden. En ook iedereen die erin kwam, echt petje af. Hoe we spelen, hoe we ervoor gaan. Je merkt echt dat we het allemaal zo graag willen waarmaken. Voor de mensen hier, voor de club. En ja, ik zei het net ook, dan speelt vermoeidheid gewoon echt geen rol. Dan kan je blijven gaan. Ja, en over zondag gesproken. Jullie gaan met een 2-0 voorsprong naar de Meerdijk. Ja, wat verwacht je van zondag? Ja, ik verwacht zondag dat Emmen alles geeft wat ze hebben. Dat ze er vol op gaan klappen. Ze beginnen, wat je zegt, met een 2-0 achterstand. Het is een goede uitgangspositie voor ons, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Clubs die met hogere overwinningen naar het tweede duel gingen en het ook nog weggaven. Dus we moeten ons echt nog niet rijk rekenen. Het zal zondag een hele zware kluif gaan worden. Maar als we op de mat leggen wat we vandaag hebben laten zien, dan heb ik wel veel vertrouwen in.